werk bij de MRG-groep. We hebben een nieuwe fabriek gebouwd in Assen-Zuid. En mijn rol hier is dat ik verantwoordelijk ben als projectleider voor de inrichting van de nieuwe fabriek. Wij zijn producent van drooggasafvoer en ventilatiesystemen. Dus zeg maar, alles wat aangesloten wordt op een cv-ketel of alle ventilatiesystemen in huis, dat is wat de producten die wij maken. We hebben een hele grote fabriek, een afstand van 100 meter te overbruggen. En in de oude fabriek hadden wij de situatie dat we alles met heftrukken uit de fabriek gingen halen. Nou, dat was niet alleen veel mensen bij betrokken, maar ook een gevaarlijke situatie. Dus we hadden in eerste instantie een oplossing bedacht om een rollenbaan neer te leggen. Alleen, dat is weer zo'n monument in de fabriek, want een rollenbaan is niet flexibel. Nou, toen kwamen we op het idee om dat met een AGV te doen. En zo kwamen we uit bij de Nipper. Nou, in eerste instantie dacht ik zelf ook dat Nipper een vrij star was. Nou, je moet iets exact daar neerzetten en voor de rest is er niet zoveel mogelijk. De vraag van ons, en hebben we gekeken wat de mogelijkheden waren, is het best heel flexibel en stelbaar. Zeg maar ook de operator die een pelletgreper klaarzet, die kan op verschillende manieren een signaal geven aan zo'n nipper om hem op te halen. Nou, dat maakt het heel interessant. Traditioneel wikkelen, dat kennen we al. Alleen we hebben een ongelooflijke variëteit in dozen. Niet alleen in type, maar ook in kwaliteit dozen. En het nadeel van traditioneel wikkelen is dat als je te strak aantrekt, dan gaat de doos hol staan. En we hebben gezien met de hoes is dat die verticale spanning veel beter is. Dus je veel meer mogelijkheden hebt om een goede stevige verpakking te krijgen. Ik zou Nipper BV aanbevelen aan mijn contacten. Omdat ze je kunnen helpen bij de ontwikkeling van zo'n heel traject. Tot en met de implementatiefase. Het hele traject wordt begeleid gedaan. Het inrichten met een ontwerp, dat sprak ons het meest aan.